Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed. Wie hebben we hier? JC Dawood. Hoe oud ben je? 13 jaar. Goed zo, vanaf ben je super gemotiveerd. Ja. Ga je vandaag voor de kampioenschap? Ja. Hoeveel ballen ga je vandaag scoren? Om een wedstrijd te spelen tegen. We kunnen zo dat team niet, maar tegen hun. Team Bradas. Oh, tegen Team Bradas. Zijn ze nog steeds de ongeslagen? Ze hebben nog geen enkele wedstrijd. Oh, hun? Jawel. We gaan ze winnen vandaag. Zeker. Ja, we gaan ze winnen. Hoeveel ballen ga je scoren? Mooi. 3. 3? Minimaal 3. Hattrick. Hattrick. Hoe gaat het met u? Goed, goed, goed. Meneer, wat is uw naam? Makai. Ja, maar Roy Makai. Goed zo, goed zo, goed zo. De jongens van u zijn super gemotiveerd vandaag. Jawel, jawel. Wat kan je aan de jongens meegeven? Ik wil dat ik mijn geel. Ja, wat boy zijn play naar team? Ja, ja. Waar man in? Man JC. Hoe dan de boy? Ja, man. Naar de school. Ja, man. En u bent ook voetballer geweest? Ja. Of tot nu toe, of je played? Nee, niet actief meer. Je bent wel actief worden? Ik heb ook een boyton, Mr. Kala player, de meer aan de man. Ja, mijn power de boyton. Oké, dan ook een kampioenschap hier. Ja, zeker. En de winnaar wat? Mijn naam is Putaki, dus als Donna de boy. 100. Ja, Goedemiddag, nogmaals. We gaan over tot uitreiking van de beker, want vandaag is eigenlijk afsluiting van het toernooi. Een ander team kan niet opdagen, dus eigenlijk het reglement is verloren.
Er zijn hier en daar een paar fouten geweest, maar ik denk dat jullie allemaal hebben genoten van het toernooi. Er is de bedoeling, om eigenlijk een jaarlijks terugkerend toernooi te maken en ook te verbeteren. Oké, we hebben vier, we gaan vier trofeeën uitreiken. We hebben een kampioen, die 17. Dat is eigenlijk de bedoeling om een 17 toernooi te organiseren. Maar het team Intermix, die heeft beide wedstrijden gewonnen. Dus eigenlijk is het meer dan vier, om tenminste een beker toe te rekenen. Daarnaast hebben we dan een topscorer trofee. En daarna een semi-kampioen trofee. En dan heb je het kampioen trofee. Ik denk dat jullie allemaal mee weten aan wie bepaalde trofeeën zullen uitgereiken worden. Oké, we gaan even over naar. We gaan beginnen met het kampioenschap van U17. We gaan mevrouw Astrid. We gaan mevrouw Astrid vragen om de beker voor het kampioenschap van de U17. Van het U17 team uit te rekenen aan de vertegenwoordiger van het U17 team Intermix. Waar is de vertegenwoordiger van Intermix? Gefeliciteerd met je kampioenschap. Dus ik hoop dat jullie het beter doen. Ja, gefeliciteerd Intermix. Oké. Semi-kampioen toch? Semi-kampioen. Finale toch? We gaan nu over naar het semi-kampioenschap. Het team dat de semi-kampioenschap heeft genomen van het U15 toernooi. En dat is, ik denk dat ik het nu op aan te kondigen. Dat is team FC Strati. Wie is de vertegenwoordiger van FC Strati? Gefeliciteerd. De volgende week moet de kampioenschap zijn. Ja? Alsjeblieft. Laat het een mooie plek krijgen. Oké, dan komen jullie weer dichterbij. Je moest daar even naar akkoord. Ik had die mevrouw een ding gegeven. Het uitreken van de kampioensbeker. Hera, mag het een beetje rustiger. We gaan nu over naar het uitreken van de kampioensbeker. En de kampioen van het U15 toernooi is geworden. Team Bradas. Ik denk vanaf de eerste wedstrijd hebben ze bewezen dat ze echt gaan voor het kampioenschap. En los na hun, of althans, Cura Boys is ook een team die heel goed speelt. Maar Team Bradas die stak met kop en schouder boven de rest uit. En ik denk dat ze verdiend hebben dit toernooi hebben gewonnen. Dus ik denk dat we ze allemaal even een applaus kunnen geven. De vertegenwoordiger mag dan even alvast naar voren komen. Mag komen op. Hartelijk gefeliciteerd. Ga jullie zo door. Alsjeblieft. Dank u wel. Oké, gaan jullie misschien foto's? Maar voordat jullie foto's schieten, er is nog één trofee die we gaan uitreiken. De naam van de speler is Miguel Chonga Young. Miguel Yo Chonga Young. En de moeder gaat de trofee voor haar zoon in ontvangst nemen. Mag je? Hartelijk gefeliciteerd. En ik misschien ook kijken naar uit om zoon voor het volgende toernooi weer te zien. Yes? Alsjeblieft. Oké, voordat jullie even uit elkaar gaan, dit was het van het toernooi. Via jullie vertegenwoordigers zullen we horen wat veranderd moet worden. En ik verwacht ook dat we jullie volgend jaar zien in goede gezondheid en ook sportiviteit. Zoals jullie dit toernooi hebben getoond, zullen jullie dat volgend jaar weer terug. Thank you voor jullie sportiviteit, thank you voor jullie aanwezigheid. Heel dank. Dames, ja. Ik vind volgend jaar een beetje te ver. Oké, er is nog één laatste ding dat het kampioensteam
ook scholgerij op basis van 10 spelers. En elk pakket bestaat uit 4 schriften, 4 pennen, 2 potloden, 2 vegers, 1 slijper, een set lineaal, tekenschrift, kladblok. Ja, daar is het om en bij. Maar het is wel een mooi pakket. Om tenminste het eerste kwartaal door te brengen. Yes? En dat gaan we overhandigen aan meneer Van Branti Makar. Alsjeblieft. Yes, thank you. Hier is het 13 pakketten. Thank you. Ja. That's it. Thank you guys. Volgend jaar weer. Voor het nieuwe toernooi. Mag je drukken? Nee. Asana a young boy 16, 3, 14, uncovered. Dino man was called on that affair, never said. Him man no get money than a strike, got a carry, I'm a